Er is lang naar uitgekeken, maar vandaag is het zover. De natuurspeelplaats in het Darwinpark wordt geopend. Vlak voor de grote vakantie, zodat Zaanse kinderen zich in de zomermaanden niet hoeven te vervelen. De officiële daad wordt verricht door twee kinderen van basisschool De Gouw en wethouder Annette Baarveld. Ja, het is gewoon fantastisch om deze natuurspeeltuin te mogen openen. Hij is ontworpen door de kinderen. Ja, en hoe mooi is dat als je ze enthousiast aan het hek ziet staan van om te kijken hoe hun plannen uiteindelijk echt geworden zijn. Anderhalf jaar geleden kwam de gemeente bij ons en die wilde een natuurspeelplaats realiseren in Zaanstad. En toen dachten ze om het hier te doen en wij waren er heel enthousiast over, want ja, het past heel goed bij wat we hier hebben al. En er is dus anderhalf jaar aan gewerkt door allerlei partijen, de afdeling Groen van de gemeente. En er zijn speeltuinontwikkelaars zijn er bezig geweest. Kinderen van drie verschillende basisscholen, van de Gouw, Paus Johannes en de Tamarinde. Die hebben alle drie meegedacht en ook ideeën aangedragen voor de speeltuin. En die zijn voor een groot gedeelte ook uitgevoerd. Voor de kinderen zijn er suikerspinnen en cakejes die gemaakt zijn door de mensen van Odeon. Het gaat heerlijk hoor. Ook voor de buurt is de nieuwe speeltuin een aanwinst. Deze buurt heeft best wel wat cohesie nodig, waar mensen samen kunnen komen. Waar kinderen ook lekker kunnen spelen, met elkaar kunnen ontmoeten. En wat ook wel belangrijk is dat de ouders elkaar ook hier kunnen ontmoeten. Dus wat dat betreft is het echt een hele mooie nieuwe ontmoetingsplek in deze wijk geworden. Kun je nog iets zeggen over wanneer de speeltuin open is? Ja, de speeltuin is open van dinsdag tot en met zondag. In het begin via de ingang van de stadsboerderij. En van 10 tot 5. Dus alleen op maandag zijn we gesloten.